Hallo beste kijkers, ik ben Jan Vering en ik sta hier in een loods op de Krukiusweg voor de opening van Bas Kosters voor Zeeman. Dan denk je, Bas Kosters en Zeeman, wat is dat voor combinatie? Nou, zoals hier valt te lezen in de uitnodiging, designer fashion hoeft niet duur te zijn. Dus vandaar, we gaan Bas straks er alles over vragen. We gaan zo een kijkje nemen bij de fashion show en daarna gaan we Bas even aan de tand voelen. Ja, we zijn reuze benieuwd. Het kan al niet stuk, want we hebben hele leuke cachères al gezien, toch Tors? Ja, oké. Okay. Cachères van de Zeeman. Ik vind dat die bij iedere show moeten zijn. Samen vanwege de lancering van een bijzondere collectie, de Bas voor Zeeman ondergoed- en nachtmodecollectie. En ik merkte dat dat ook hetgeen was wat we deden. Die knipoog, een beetje zelfspot. Ja, we zitten in het modewereldje, maar we lachen er ook een beetje. En toen was de basis voor een hele mooie samenwerking geboren. Het is een speels leuke collectie voor volwassen mensen. Zin hebben om van het leven te genieten met als inspiratiebronnen tatoeages en de American 70s vintage sportswear. Misschien moeten we er maar eens naar gaan kijken. Maar jongens, echt, het is nu wel echt tijd om te gaan slapen. Dus ik zeg, koppen dicht. En stil, licht uit.
Bas, wat een geweldige pyjama party. Was echt helemaal fantastisch. Hoe vond je zelf dat het ging? De party is van, het is nog steeds fantastisch. Ja, het gaat door. Het is pas eigenlijk net begonnen. Ja, we zijn eigenlijk pas net begonnen. Je hebt net al een beetje gepraat met de mevrouw van Zeeman. Kan je zelf nog iets vertellen aan de kijkers hoe het allemaal tot stand is gekomen? Het is ook niet de eerste keer dat je met het merk werkt. Eerder met Heineken en met de Bugaboo. Maar hoe is het dit keer anders? Ze hebben mij gebeld, wil je dat doen? En toen zei ik volmondig ja. En dan ga je kletsen en kijken welke taal je spreekt en of dat overeenkomt. En waar je het samen over kan hebben, wat je samen leuk vindt. En zo zijn we gaan bedenken wat we zouden gaan doen. Hun wouden graag ondergoed, dat vond ik ook leuk. Heb ik voorstellen gedaan. En, ja, want waarom onderbroeken en nacht ondergoed? Waarom? Zeeman, hun belangrijkste paradepaardje is ondergoed. Ja. Dat is hun main focus, hun bedrijfsfocus. En dat is voor hun heel erg belangrijk. En ja, dat vond ik ook interessant om daarmee aan de... Heb je eerder eigenlijk ondergoed? Heb je daar zelf veel ervaring mee? Nee, eigenlijk niet. Behalve niet als alleen dat ik het aan heb, maar... Okay. Hey, en anti-fashion, dit strookt eigenlijk wel met anti-fashion, omdat je laat zien dat fashion niet duur hoeft te zijn. Het is affordable. Kijk, mode moet gaan over mensen en mode moet toegankelijk zijn voor mensen. En het moet de kans gunnen voor mensen dat te beleven. En het is heel bijzonder dat Zeeman dat zo doet. Ja. Maar wij vinden het geweldig, jij gaat zo draaien, heb ik een vermoeden. Ja, opzetten, ja. Zo, ik zeg, gaan jullie maar met z'n allen op de gang. Wegwezen. Maybe wie hebben we daar? Wannabe star, Miss B. Hey! So I can touch you there. And there. And there. Ah. We're all reading the ballad of the modest freaky zoo. Underwear is everywhere, there is no substitute. Everyone is equal when it comes to underwear. Cause beneath your underwear, it's just yourself that's there. Like they talk about it, because they're shy. Please.